Mooi weer, er is sneeuw gevallen. Ik ben bij het dalstation van Fies en ik ga lekker naar boven. Nou, het hangt er een beetje om. Of het zonnetje blijft of het gaat toch betrekken. Nou, ik hoop op het eerste. Vanuit de drie dorpen, dus Servaus, Fies en Laris, gaan meerdere kabelbanen omhoog. Nou, ik dus nu net vanuit Fies de Schönjoch-baan in, dat is deze gondel. Die brengt ons een beetje naar de noordhellingen van het gebied. Dus vaak goede, beetje poedersneeuw vandaag zeker. Ik leg het straks allemaal uit. Oké. Een mooi overzicht. Servaus, Fies en Laris. 214 kilometer aan pistes. Maar je hebt ook 28 kilometer aan zogenaamde skiroutes. En dat zijn die stippellijntjes. En dat is heel mooi, want dan kun je vanaf de piste gewoon terechtkomen. Ze zijn lawinegezekerd, maar ze zijn niet geprepareerd. Maar het is dus eigenlijk een soort off-piste, zonder dat het off-piste is. Zo moet je het zien. Het gaat mij nooit lukken dit hele gebied te verkennen. Saskia ook niet, maar we gaan nou wel een rondje skiën, lijkt me. Hoor je dat? De berg roept! Oh, kijk, daar zie ik een funsloopje. Altijd leuk. Oké. Ja, anders mag je niet door. Wow. Ja hoor. Ah. Nou, dat was funner dan ik dacht. Ja, goedemorgen. Dit wordt echt een prachtige dag. Verse sneeuw. En ik begin met de metro. Kijk, deze metro heeft een aantal stops. En dit is er eentje van. Prachtig bij het kerkje. Nou, en de Servaus is autoluw. Dus niet autovrij, maar autoluw. En dat betekent dat je met de auto alleen naar je accommodatie mag en verder niet. Nou, prachtig geregeld. Kijk eens, vroeger en nu, wat een verandering. Maar wist je dat de metro om de 8 minuten gaat? Daar is die. De weersvoorspelling zegt sneeuw, maar kijk, hier laten ze zien dat het boven toch heel mooi is. Nou ja, mooi. In ieder geval goed zicht. Zo, dit is het eindstation. En trouwens, deze baan is in 2019 helemaal gerenoveerd. Ja, weet je, prachtig geregeld hier. Ja, en ik ga vandaag niet alleen op stap, maar samen met Iris. En zij wacht op mij hier in deze nieuwe gondel. En dat is niet zomaar een gondel, maar dat is een gondel. Hé, hey, Saas! Volgend... Ja, zo. Wordt het zo'n dag? Wordt zo'n dag. Dan pak ik je nog wel. Jij kent het gebied goed? Dat moet goed, zeker lukken. Oké, top. Let's go. We gaan. Sneeuw, verse sneeuw. Ja, niet normaal. Lekker, joh. En dit is die... Compadelbaan, hè? Yes. En die wordt vervangen? Die wordt vervangen. Ah, okay. Van 6 naar 10 persoons. Okay. Helemaal top. Meer capaciteit naar boven. Veel meer capaciteit. Oh. En boven is het verse poeder? Dan laten we het hopen. Even naar het bord. Vandaag hebben we lawinestufe 2. 2? Dat kan nog net. Oh. Woe. Dit belooft wat. Yeah. Nou, dit is echt maagdelijke verse sneeuw. Je kan blauwe lucht hebben, maar ik vind dit het lekkerst. Ah. Ah. Ja, dit is nog een vrij nieuwe stoeltjeslift en die heet de Zwölferbaan. Nou, dan moet jij raden met hoeveel mensen je naast elkaar kan zitten. En, wat denk je? 12? Nee, het zijn er 8. Waarom? Ja, nou ja, waarom niet? Maar het zijn dan ook wel 8 heerlijk verwarmde stoeltjes. Met ook nog een stormkap voor als het nodig is.
Wat ze trouwens ook goed geregeld hebben hier, is dat ze een app hebben voor het hele gebied. De SFL-app, oftewel de Servaas Vizelaris-app. En nou, daar kun je eigenlijk alle informatie vinden die belangrijk is om te weten als wintersporter hier in het gebied of als wandelaar. Zo heb je bijvoorbeeld ook een live functie en daarbij kun je zien welke liften er allemaal open zijn. Maar je kunt ook alle webcams bekijken en die staan ook op de liften gericht. Dus je kunt ook zien, schijnt daar het zonnetje of is het druk bij de ene lift? Ja, en daar is hij toch nog hoor, de koperen ploert. Ja, en als dat zonnetje schijnt, dan zie je pas hoe groot dit gebied is. De ruim 200 kilometer aan pistes zijn overwegend rood. Ondanks de grootte kun je toch snel tussen de verschillende dorpen heen en weer skiën. Nou, een soort sprookjeslift. Geweldig!